voet aan wal gezet voor Pekela in de jachthaven. Na een boottocht hebben gemaakt op uitnodiging van waterschap Hunze en Aa. Die is druk bezig met kade- en dijkversterking, verhoging langs Winschoterdiep, Pekela en Rensel. En wil belangstellenden graag laten zien en horen hoe die werkzaamheden eruit zien en wanneer ze zijn afgerond. Dit zijn de bulten die je daar ziet en de boot die je ervoor ziet. De bulten zijn klei. De klei die wordt per vrachtauto hier naartoe gebracht. Arjan de Jonge, waterschap Hunze en Aa. We varen hier op, wat is dit gedeelte? De Rensel inmiddels? Dit is de Pekela. De Pekela. Vanaf de Rensel vertrokken, een stukje Winschoterdiep. Nu zijn we door het fietsbruggetje vanaf Ouderschans richting Winschoten zijn we onderdoor gevaren. Pas de boot nog net mooi onderdoor. Dus we zijn nu bij de Pekela aangekomen. Ja, het heeft alles te maken met een project wat jullie hier uitvoeren. Wat vorig jaar, dacht ik, juli al gestart is. Vorig jaar juli begonnen. We wouden eerder beginnen, maar omwille van de flora en fauna wetgeving en broedende vogels was dat niet mogelijk helaas. Dus jullie, onze dagelijks bestuurslid, toen Hilbert Cinema de eerste schep uit de dijk genomen en dat was een start zijn van de kadeverbetering. Ja, want dat is de grootste inzet, de verbetering van deze kade tussen, noem maar, Winschoterzijl en de Pekela. Ja, want inderdaad, de kade langs het Pekela die is in de jaren 90 door het toenmalig waterschap al gedeeltelijk versterkt. Ook met de inzichten van toen, maar met klimaatveranderingen en dergelijke is het toch wel gebleken van inderdaad die kade voelde niet aan de eisen destijds. Het is nog niet zo dat de achterstand zich zorgen moet maken over overstromingen, dat is nog niet het geval. Maar ja, je moet toch op termijn iets doen en dit is een uitgekozen moment om hier nu bezig te gaan, zeg maar. De brugwachter die gehoorzaam wel, hè? Ja, maar ik ben een beetje brutal, want ik mag hier de deur uit volledig gruin hebben. Oh. Maar verkeer zo lang wachten. Ja, dat is ook zo. Want die kan daar wachten onder de deur, ja. De Winschoterhoge brug gaat mooi omhoog zo. Want de Captain's World, lees ik hier, is law. Dus die bepaalt wat er gebeurt. Dat is de wet. Hebben we genoeg water onder de boot hier, Captain? Ik denk dat we hier ongeveer zo'n 2,30 meter duipgang hebben ongeveer. Ja, 2,30 tot 2,50. Dat ligt ook een beetje aan de waterpeil natuurlijk. Hè. De waterpeil waar hoger is in de winter of waar ook met veel regen. Dat misschien ook net al uur. En ik kan het hier nog wel een meter hoger te winnen. Ja. Maar het is nooit gebruikelijk dat jullie regelmatig voortaan met deze boot? Nooit regelmatig, maar we komen hier toch wel zo vaardig 5 keer per jaar komen we toch wel deze kant op met de passagiers. Wat brengt u aan boord? Mijn vriend heeft vooral interesse in watermanagement. We wonen in Oude Pekela, dus vond het wel leuk om eens even vanaf het water de boel te bekijken in plaats van op de fiets. Ja, dus een keer een ander moment om je omgeving te bekijken. Ja, en ook eens even zien wat er precies gedaan wordt. Ja, he, want dat gaat al een tijdje zo natuurlijk hier. En is dat met jullie over gecommuniceerd als pekelders van ze zijn met de dijk bezig? Nou, volgens mij hebben we hele grote stukken in de streekblad gestaan van het waterschap waarin werd aangekondigd wat ze gingen doen. Ongeveer, ja. Maar ik begrijp nu dat het fietspad dus binnenkort wel een tijdje afgesloten gaat worden, dus dan weet ik alvast waar ik om moet rijden. Dan wordt het omfietsen. Ja. Maar dat is wel een goede zaak om het fietspad dan te verbreden, want daar hoor je wel klachten over. Hè? Dat ze wat lijkt me wel. En ik zou er ook zeker voor pleiten om het pekelde stukje waar we nu langs varen, om dat dan ook meteen mee te nemen. Want daar zitten vrij veel ook boomwortels die het fietspad heel ongemakkelijk maken. En het is wel fijn als dat wat breder en wat veiliger aanvoelt. Ja, zeker met hun ogen ook op heel veel e-bikes tegenwoordig ook gebruikt worden door mensen hier in de omgeving. Ja. En andere veiligheid, van dat de dijken te laag zijn, dat ze niet stevig genoeg zijn? Wij wonen hier nog niet zo lang, dus het is wel fijn als we hier kunnen blijven wonen. En droge voeten houden. Ja, precies. Ja. En dat gaat gebeuren als ik het goed begrijp. Ik hoop het wel, ja. We gaan er vanuit, hè. Vertrouwende mensen hier. Dankjewel. Adrie Masseling, je bent de uitvoerder van Oosterhuis, hè? Ja. Degene die dit project uitvoert. Is dit een speciaal project voor jullie? Of is dit dagelijks werk om dit soort werkzaamheden uit te voeren? Inderdaad wel veel vaker. Dus in die zin is het
is het dagelijks werk. Ja, ja, het is een project wat ik hoorde al vanaf vorig jaar juli loopt. Ja. En eind dit jaar zijn beslag gaat krijgen. Ja. Je hebt met heel veel factoren te maken, denk ik. Ik hoorde je al zeggen over flora, fauna, wandelaars, archeologie. Ja, ja. Nee, dat is, het is af en toe een puzzel. Een begin is de puzzel om het zo in te plannen dat inderdaad, je voldoet aan al die voorwaarden. We hebben inderdaad flora en fauna voorwaarden, broedseizoen. We hebben het winterseizoen, stormseizoen. Dan mogen we geen werkzaamheden uitvoeren die de kade qua veiligheid verminderen. We hebben inderdaad te maken met omwonenden. We hebben te maken met wandelaars, met fietsers. Dat is ook de reden dat we hier een speciaal omgevingsmanager hebben rondlopen die al die contacten met de omwonenden, met gemeenten, met noem maar op, afstemt. Want dat is, het is geen dagtaak, maar die is daar wel druk mee bezig. Ja. Jullie communiceren ook met omwonenden, met de bevolking ook. En vandaag met deze mensen op de boot. Ja. Ja. Wij luisteren mee, want je hebt nog heel veel te vertellen, denk ik, over dit project. Ja. Dank je wel.